Hey boys, congrats bij de nieuwe video voor jullie. Het gaat over Call of Duty, maar je gaat geen gameplay zien vandaag. Ik zag een hoop YouTubers het al doen. Jaraski, Sandy, HD, hoe heet je, Santino. Nog wat andere, maar ik had zelf ook het idee, dus ik vond het legit genoeg om het te doen. Als ik 3 dagen eerder was geweest, had ik misschien een van de eerste geweest. Maar nu loop ik er een beetje achteraan, maar het maakt helemaal niet uit, want het zijn gewoon leuke video's. Vind ik ook om naar te kijken. En je hebt het natuurlijk al gezien op de achterkant. De Black Market opening van Black Ops 3. Ik heb inmiddels 126 crypto keys. Dus het zou betekenen dat ik 12 keer een common supply drop zou kunnen doen. Of misschien wat minder en dan een rare supply drop doen. Ik ben heel benieuwd. Ik hoor eigenlijk de meeste mensen zeggen, je kunt het best gewoon common supply drops openen. Omdat relatief daar toch een hoop epic dingen in zitten. En de rare supply drop, ja, gaat wel heel hard, hè. Want dan kan ik er 3x3 is 9, 4x3 is 12. 4 rare supply drops doen. Dus dan wordt het wel een heel korte video. Een lange video wordt het toch al niet. Dus ik denk dat we maar gewoon beginnen met een handjevol van die common supply drops. Komt daar nou echt helemaal niks uit? Dan proberen we gewoon een rare supply drop. Maar laten we gewoon beginnen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben al best lucky geweest met supply drops. En het is zelfs zo dat ik door iemand op attent gemaakt moest worden. Die zei op een gegeven moment, kom op, ik ga even een supply drop openen. Ik zeg, hoe komt dat? Hoe werkt dat? Nou, Black Market, zo dus. Dus ik ben er niet heel erg mee bezig, maar toch gewoon een beetje enthousiast gemaakt door andere YouTubers. Dus laten we maar gewoon beginnen. Trade. Komt-ie. Spannend. Wauw, rare. Common. Nice. Een MR6 camo. Hel Kion. Geen idee. En common heb ik een KN44 camo. Nou, de KN44 die kan ik wel gebruiken. Dus tot nu toe de camos die ik heb gehad waren wel leuke camos, maar allemaal op shotguns en zo. Dus daar doe ik niks mee. En ik heb een gratis sticker gekregen. Een jet decal. Nou. Leuk. In ieder geval 1 rare. Als ze dat kunnen volhouden bij elke drop, dan komt het zeker goed. Komt de volgende. Weer eentje, kom op. Common, oké. Okay. Rare, oké. Okay. Common. Weer die MR6 camo, maar ik vind deze camo echt leuk. Ondanks dat hij dus common is, vind ik hem wel gaaf. Dat groen en dat paarse. Nou, die zou ik wel kunnen gebruiken. Nou, ik heb een rare, maar dan krijg ik weer een calling card. En daar zit een soort van Rudolph the Red-Nosed Reindeer, maar erg uitgehongerd of het ziet er een beetje eng uit. Dus kerst, maar dan enge kerst, zal ik maar zeggen, snap je? En dit is de Verde. Nou, dat is iets met spinazie volgens mij, hè? Verde. Dus een soort van lasagne, maar dan op je geweer een Elkar 9. En die Elkar, dat is wel grappig. Ik heb van het weekend heb ik een gastkast mogen doen bij BNL, BNL Leak, die verzorgen competitive Call of Duty. En er was een Black Ops 3 event en er werd gevraagd of ik wilde casten. Echt heel gaaf om te doen. Echt rete moeilijk, kan ik je vertellen. En dan heb je natuurlijk de arena mode, zeg maar zeggen, de League Play van Black Ops 2. En daar is het nieuw dat de teams mogen, elke persoon van het team mag bijvoorbeeld een wapen bannen. Zodat hun hem niet kunnen gebruiken, maar ook de tegenstander niet. Maar mogen ook een wapen, ja, secure, zou ik zeggen. Dus veiligstellen, beschermen. Deze, Verde, werd aan de lopende band geband. Dus blijkbaar is het een hele overpowered secondary. Dus ik ben wel geneigd om het te gaan gebruiken. Alleen, ja, ik mag hem nog niet gebruiken, want het is level 49 met pas weer prestige. Dus dat helaas niet. Maar goed, whatever. We gingen door, want anders lullen we de hele boel aan elkaar en hebben we nog niks gezien. En er komt weer een 3 stukjes achter elkaar. Een common. Inferno Argus Camo. Nou, dat is een shorty volgens mij. Word ik wel af en toe mee geowned. Dat zou kunnen. Timber is een leuke naam, maar verder is hij gewoon groen. Groen. En het is een Shiva Camo. Dat lijkt me een assault rifle. Volgens mij is het een burstwapen zelfs. En de Christmas Present Calling Card. Daar ben ik dan wel weer blij mee.
Kunnen we natuurlijk richting kerst een beetje in stijl Black Ops 3 blijven spelen. Ik ben wel het een en ander van plan ook met kerst, rondom kerst met de stream. Dus hou dat in de gaten. Als je nog niet, mij nog niet kent op de stream, twitch.tv/TheGoingDutch in het Engels. THEGOING, The Going, en dan Dutch, DUTCH, ja, TheGoingDutch, zoals het ook op YouTube is. Dus volg me dan even, man. Het zou mooi zijn. Nou, er was 3 keer common, dus dat was niet echt leuk. Dan moeten we iets rares komen, hè. Common. Common. Epic zelfs. Nou, hier krijg ik weer een camo voor die LK9. Dus het zal een aanmoedigingsprijs zijn. De Weevil Contrast Camo vind ik ook wel weer mooi. Die had ik net volgens mij ook, de Contrast Camo. Paars met groen. Dus why not. En een Epic. Maar die krijg ik dan volgens op een XM53. Wat volgens mij een soort rocket launcher is. Hij is wel cool, een beetje transgression, een beetje een lava-achtige cam. Epic, dus doe me leuk. Ga lekker door. Common Timber, Legendary zelfs. Timber heb ik net ook al gehad, Paint Shop Emblem. Nou, kan je denk ik in je Paint Shop gebruiken om je eigen tekening te maken. Geen idee. Oké, Armageddon, Manowar, Quick Draw. Variant. Dan ben ik toch heel benieuwd of die Quickdraw die je ook gewoon op je normale Manowar kunt gebruiken, of deze dan beter is of zo, dat die alleen een leuk kleurtje heeft. En dan krijgen we natuurlijk weer die verder, dat is weer die spinazie lasagne camo voor de dingo. Nou, daar word ik ook niet echt heel erg warm of koud van, dus we gaan gewoon weer door. Let's see. Common. Rare. En weer lasagne. Dat is weer die shotty. Die Argo Camus. Stealth. Stealth zal dan de wapennaam zijn. Wat wel grappig is, die Rare Ruin Body Team. Dat vind ik leuk. Dus kan ik zo meteen een andere kleren aandoen. En die SVG 100 camo, de verre versie. Oké, ik wil een leuk wapen hebben. Kunnen we dat nu regelen alsjeblieft? Leuk wapen, kom op. Straight. Rare. Common. Common. Die verde is populair. Volgens mij is die in de aanbieding bij de Albert Heijn. Met je bij je bonuskaart of zo. Want ik heb hem alweer. Die L-kaart trouwens ook. En ik denk zelfs dat ik die verde net al had voor de. Ik weet niet of je ze dubbel kunt krijgen. Nou, zo'n Wyvern Decoil. Ik heb geen idee wat dit is. Vind ik totaal niet interessant. En dit is een collector set. Weer een calling card met een vent. Met een man, half paard, met een pijlenboog. Nou, prachtig. Hoeveel heb ik nog? 56. Moet nog wel het epic krijgen, anders doen we gewoon de laatste van de rare supply drop. Why not? Nou. Common. 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 Timber hebben we al gehad. Manowar. Weer die lasagne camo. Verder op de Kuda. En die contrast dingo. Nou, weet ik vrij zeker dat ik die net ook al had. Dus dat is wel een beetje saai. 46, 10 is 36. Doen we nog 1 common supply drop. Als daar niks leuks uit komt, doen we gewoon een rare supply drop. Gewoon. Vier het leven. Oké. Common. 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 Ik vind die hallucination camo vind ik er wel stoer uitzien volgens mij. 48 dredge camo. En een surfs up. Een soort van golf. Calling card. Hartstikke leuk. En die SV100 hadden we net ook al. En nu is die in het rood gedaan, dus ja, whatever. Doe nu gewoon die laatste, die blazen doorheen. En een rare supply drop, daar gaan we. Common. Rare. Rare. Nou, hartstikke leuk. Die contrast. Argus heet dan het wapen, denk ik. Hè? De contrast camo. Voor de Argus. Dit is de contrast. Nou, whatever. Ik weet niet. Leuk, maar ik vind het shotgun niet interessant. Die Violet Kuda camo vind ik wel heel stoer. En die Alert Emblem, die doet me een beetje denken aan, ik weet niet of jullie hem kennen. Silence! I kill you! Die. Ja. Alert Emblem, rare. Kill you! Dus dat was hem eigenlijk, jongens. Ik heb er nog 6 over, maar die is niet deelbaar door 10 en zeker niet deelbaar door 30. Dus het is all over. Ik hoop dat je het leuk vindt om even te kijken naar deze video. Laat even in de comments weten, want ik spaar die dingen natuurlijk automatisch op, net zoals jullie doen. En dan kan ik over 2 weken of zo weer een nieuwe doen.
Ik heb hier wat spullen erbij. Ik weet niet of ik er blij mee moet zijn. Het is allemaal stickers en het is allemaal eye candy, maar niet echt hardware waar ik op gehoopt had. Die quick draw van de Man of War, maybe. Duimpje omhoog, delen met vrienden. Laten we lekker doorgroeien en dan spreek ik jullie snel in mijn volgende video. Bye bye.